Ik dacht al dat ik jullie in de garage ging vinden. Dag Livio. Dag Bruno, alles goed? Ja, alles goed. Juist terug uit Amerika. En, goede race? Ja, toch wel. Alles overleefd? Of, Alles overleefd. Spijtig genoeg, klein probleem gehad met mijn armen daar in Amerika. Beide armen waren eigenlijk overbelast. Maar ik ben nog altijd achtste geworden en heb goede punten mee naar huis genomen. Dus, Dat is van vader op zoon, de motorsport? Ja, zeker weten. Ja. Kijk, mijn vader is vroeger natuurlijk Belgisch kampioen geweest. Ja. Van kleins af aan ziet je motoren. Je heeft niks anders gezien. En dat gaat je eens een keer proberen als hij heel klein is. En de eerste meters op circuit. En dat ging onmiddellijk goed. Direct knietjes aan de grond. Ja, dan zeg je oké, daar zit wel iets in. Kijk, ik denk dat mijn machine al klaar stond voordat ik geboren was. Er zijn veel vaders bij die had hun zoon ook pushen om te rijden, maar op een gegeven moment stopte dat natuurlijk. Ik heb ook nog niet gevraagd voor te gaan trainen. Nee. Dus hij heeft me altijd getrokken. Hey, we moeten gaan trainen. Dinsdag moeten we gaan rijden. Geen afspraken maken, we moeten gaan rijden. Je zit nu 18 jaar zeker? 18 jaar, ja. Ja, bijna 19. Bijna 19. En je bent aan het racen vanaf u? Vanaf mijn zesde eigenlijk. Met op de machines te rijden ben ik al eerder, was ik al eerder, hoor. Was ik met 3 jaar. Goh, 3 jaar oud. Dat is nog voordat je kunt fietsen als kind. Voordat je kunt fietsen, ja. Inderdaad. Voordat je kunt fietsen. We hadden zo'n kleine Honda. Hadden we van die zijwieltjes erop gezet. En zo maakte hij zijn rondjes. Hè. Binnen de kortste tijd gingen die wielen eraf natuurlijk. En jij vond dat goed, Bruno, dat hij als 8-jarig mannetje op zo'n motor kroop? Ik vond dat goed, omdat ik waarschijnlijk zo gek ben over die motoren. En, ja. Mijn moeder had dat natuurlijk iets minder graag. Ja? Ja. Dat was een ander verhaal. Dat was iets moeilijker voor haar om op begin toe te geven dat ik zo'n sport deed natuurlijk. Ja. En nu zitten we natuurlijk bij de grote jongens. Hè. Dus... Ja, dat is fantastisch. Hè? De meeste mensen kennen mannen als Valentino Rossi, Marc Marquez van de MotoGP. Jij rijdt Moto3. Ja, leg me dat eens uit. Hoe zit die sport precies in één? Eigenlijk, kijk, dat is de klasse waar dat alles begint in je MotoGP-carrière. Ja. Het doel is altijd om natuurlijk een stap naar Moto2 te maken en dan in de GP terechtkomen. Ja. Dus dit zijn 250cc-motoren. De Moto2 zijn 600cc-motoren. En de MotoGP is een 1000. Ja. Jullie dus... 250, dat klinkt veel minder dan 1000. Maar als ik die beelden zie, dat gaat knalhard. Hè? Ja, ja, zeker. Met de Moto3 is de topsnelheid ongeveer 260 km per uur. Maar als je bijvoorbeeld bekijkt, de snelheden in het midden van de bocht eigenlijk zijn bij ons hoger dan bij de MotoGP. Zij hebben natuurlijk meer power, maar ook een zwaardere machine. Dus die remmen eigenlijk al hun snelheid eruit. En wij remmen eigenlijk nog later dan hun en pakken meer snelheid mee in de bocht. En wat zijn uw beste resultaten tot nu toe? Ik heb natuurlijk vorig jaar een Grand Prix gewonnen. Indianapolis. Dus ook nog op een speciaal circuit, laten we zeggen. Maar dat is een mythische plaats hè, voor motorsportfans. Ja, daarom. Om daar te kunnen winnen, dat is natuurlijk speciaal. Wart je erbij, Bruno? Nee, ik was er niet bij. Nee. Ik ben één keer niet meegegaan. Dat is één race geweest, ja. Eén race dat ik niet ben meegegaan. En toen heeft hij gewonnen. Ja. Oh, ik was thuis. Ik was dat is spijtig. Ja, spijtig ja. Ik had er nog winnen voor u. Ja, dat zijn we ook al. Jullie rijden ook met zo'n heel peloton vlak op elkaar. Moet het dan een waaghals zijn of juist extra voorzichtig? Extra voorzichtig moet je nooit zijn. Veel keer zit je gewoon tegen elkaar. Dus moet je echt durven om je ellebogen uit te halen eigenlijk. En gewoon, aan 220 kilometer. Gewoon, ja. Natuurlijk ook je hoofd gebruiken. Dus je moet ook weten wanneer dat je dat doet en waar dat je dat doet. Maar je moet zeker niet twijfelen. Dus als je één keer je machine positioneert om er voorbij te gaan en je ziet, ja, dat gaat toch gaat het juistekens worden, ja, dan moet je er gewoon door. Dan moet je gewoon even op. Of er tegen, of ja. Dus bij een twijfelgeval altijd doorgaan? Bij een twijfelgeval altijd doorgaan. Oké, okay, uw plaats afdwingen. Ja. Hoe traint je naast het seizoen? Ja, naast het seizoen train ik eigenlijk op een kartbike. En, ja? Ja, dat is eigenlijk een soort pitbike. Voor mij is dat gewoon een super training om warm te blijven. En gewoon, ja, om constant toch nog wel iets bij te leren. Is dat moeilijk? Dat is niet simpel om hard te gaan, maar dat gaat wel, ja. Ja, je voelt mij komen. Hè. Ik denk dat dat heel leuk zou zijn om met een paar mannen van de redactie te doen. Ja, zou dat lukken, denk je? Ik denk wel dat dat iets zou zijn om te leren, ja, zeker. Nou, oké, dan gaan we dat doen, hè.
Voilà, Livio. Dat zijn mijn twee collega's, Paul en Bram. Ze zijn heel onervaren, maar ongelooflijk gemotiveerd. We gaan leren motorracen vandaag. Hè. Waarom hebben wij gekozen voor de kartbikes? Ja, de kartbikes is eigenlijk een ideale trainingsmachine. Voor mijzelf ook. Hiermee hou ik me constant warm, laten we zeggen, in de winter. En dat is gewoon een goede training. Het is misschien een stomme vraag als ik ons hier zo zie staan, maar is het gevaarlijk? Je moet natuurlijk de eerste rondjes natuurlijk een beetje opletten met alles en kijken hoe dat je erop voelt. En hoe beter dat wordt, hoe harder dat gerond zult kunnen gaan natuurlijk. En hoe hard kunnen we hiermee gaan? Hoe hard kunt jij hiermee gaan en hoe hard gaan wij hiermee gaan? Kijk, hier indoor zal dat rond de 60 km per uur gaan. Dat is zeker genoeg. Net geen bebouwde kom meer. Ja, daarom dus. Okay, maar misschien moeten we eerst gewoon echt aan beginnen. Hè. Maar hoe? Dat is de vraag. Ja, kijk, ik denk wel dat jullie alles op een machine hebben gezeten. Of op een fiets. Op een fiets, oké. In het Lunapark, zo. Dan kon ik goed heen en weer. Ik op vakantie ooit op een brommer. Ja, daarom. Dat is bijna hetzelfde. Kunnen we achteruit? Wat? Kan je achteruit gaan? Nee, ik denk dat niet. Hoe ga je? De zand, jong. Dit is het gas. Mm-hmm. Hoe harder je hier aan draait, hoe sneller dat je zult gaan. Dus, vol open. Dat is vol open. Dit is dan de voorrem. Rechts is de voorrem. Rechts is de voorrem. Okay. Dat is niet hetzelfde gelijk met een fiets. Ja, moeilijk. Om de machine te stoppen is altijd met de voorrem. Ja. Dus achterrem kun je misschien een beetje gebruiken om bij te remmen. Maar het is niet de bedoeling dat je meteen gaat. Ja, ja. Dat wordt hier tricky business, man. De bochten zelf gaat je knie een beetje uitsteken. En je gewicht eigenlijk een beetje meer aan de zijkant van de machine zetten. Ja. Ik verwacht niet dat jullie meteen met de knie op de grond de bocht door zullen gaan. Maar dat is altijd beter om je gewicht een beetje meer aan de zijkant van de machine te zetten. De stuur gebruik je eigenlijk heel, heel weinig. Op mijn racemachine gebruiken we die eigenlijk niet. Dat is gewoon stuurders met het lichaam. En, dus je komt naar de bocht toe, dat begint met het remmen. Dan zit je eigenlijk nog redelijk recht, maar je zet je wel klaar naar de bocht toe. Dat is niet de bedoeling dat je in de bocht blijft remmen. Op een gegeven moment moet je die eigenlijk loslaten. Hoe dat ik mijn rem ook maar een beetje los heb, ik mijn gas al vast. Ja. Maar dat is natuurlijk, kijk, hoe dichter dat je dat kunt laten komen, die spatie, zo gaat je sneller en sneller worden natuurlijk. Die helm? De sniper, dat is mijn bijnaam. Van waar komt dat? Dat komt eigenlijk toen dat ik nog met de pocketbikes reed. Er waren veel races dat ik vertrok van voor en dat ik de races won. En op een gegeven moment zeiden sommige mensen, hey, kom, probeer eens van achter te gaan staan. Helemaal laatste en kijken wat er gebeurt. En dat deed ik dan heel dikwijls en won ik de races nog. Ja. Dus dat is dan natuurlijk je target. Hop, ja. Zien, afschieten, uitschakelen en erover. Dat doe ik nu nog af en toe, dus... Vandaag bijvoorbeeld, waarschijnlijk. Ja. Zeg, ik heb gehoord dat jij de recordtijd hebt staan op het circuit. Ja, ja, dat is waar. Hoeveel is die? 33,7. 33,7. Ja, ja. Wat denk je dat wij waard zouden zijn hier op parcours? Dat is een moeilijke vraag. Ik zou denken 45. Ja, toch? 45 seconden moet die doel zijn, laten we zeggen. Ja. Het staat voor een wedstrijdje, hè. Heb jij een suggestie hoe we dat het beste aanpakken? Ja, ik denk dat we 5 rondjes kunnen doen. Ja, ja de natuurlijk. De snelste tijd kunnen we natuurlijk zien als we binnenkomen. Dus. Alright, let's go, hè.
Tju, je komt beter, hè. Je gat staat in brand, jong. Arjan, je bent aan het roken. Serieus? Ja. Is dat? Ja. Oh, mijn motor. Dat is van zo snel te gaan, hè. Ja, ja. Hij is het te warm gemaakt, te veel het gas gedraaid. Ziet dat er niet ontploft, hè, jong? Dus aan onze snelheid is dat fysiek redelijk vermoeiend, maar mentaal vooral super, super. Maar ja, is het zo, een keer dat dan een bocht niet goed gaat, dan zitten de volgende keer altijd te denken van ja, nu moet die goed gaan. Ja. En dan zitten er veel aan het nadenken naar de houding en hoe dat het... Maar het blijft gewoon plezant. Maar het blijft plezant, denk ik. Hè? Ja, tuurlijk. Ah, merci. Dank je wel. Oké. Okay. Jij zit er geraakt aan onze doel. Okay. Te zeggen. Dus, Bram heeft een 44-9. 44. 44-9, zit je er net onder. Ja, mooi. Ik heb een 34-2 gereden dan. Mm-hmm. Dan Arjan met een 47-3. Okay. En Paul met een 50.4. Dus, kan ik mee leven. Ja, ja. Ja, Livio, ik had het ergens wel voelen aankomen, maar proficiat met die overwinning. Ja. Bedankt. Niet heel verrassend inderdaad. Kunnen we dan een beroepje? Jullie ook proficiat voor jullie eerste keer. Vind ik toch wel dat dat zeker heel, heel goed is gegaan. Dus, ja. En moeten we nu champagne gaan spuiten? Of? Ah, als jullie er hebben, geen probleem. Lap toe, niet meegepakt. Voilà, kijk. Weet, okay. Als je de volgende race wint, denk aan ons. Hè. Geen probleem, dat zal ik zeker doen. Bedankt.